Yo mensen, welkom weer bij een nieuwe video op mijn kanaal. We kregen deze aflevering eindelijk antwoord op die ene vraag wie de mol is. En Jeroen Kijk in de Vechten is de mol van dit seizoen. Ik zat helaas niet goed dit jaar, maar ik vond echt dat hij het supergoed heeft gedaan. Hij heeft hele goede molacties en die ga ik in deze video allemaal met jullie bespreken. En ik laat alle molacties ook aan jullie zien. En wat ik heel gek vond dit jaar was dat er geen hints waren, want wat hebben we dan eigenlijk van aflevering 1 tot aflevering 8 dan gedaan? Toen hebben we naar hints gezocht. Maar er zijn dit seizoen gewoon geen hints. En ik dacht, nou komen ze vast later wel online op de website. Maar ze kwamen ook niet online op de website. Dus misschien komt dat later nog. Maar als het later komt, dan maak ik daar nog wel even een video over. Over alle hints naar Jeroen als mol. Want dat is dan wel even leuk om te weten wat nou officiële hints waren. En ik had dit seizoen ook een Wie is de Mol pool aangemaakt. En de winnaar van die pool is Rutger381. Van harte gefeliciteerd. En ik ga natuurlijk nu ook door met video's maken. Denk onder andere aan Wie is de Mol video's. Bijvoorbeeld een quiz en een video over de beste momenten. Dus het gaat echt super leuk worden. Dus ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker even. Want bij de 1000 abonnees geef ik een joker weg. En wil je die joker winnen? Zet dat dan even in de reacties of DM me even via Instagram. jfits.wdm. En na dit gezegd te hebben, laten we beginnen met de molacties van Jeroen. En de eerste molactie van Jeroen vond al plaats bij de eerste opdracht Spiegelbeeld. Want hij stond namelijk met een aantal andere kandidaten verkeerd. En daarom kwam er dus geen geld in de pot. Wie had gedacht dat je nog met je eigen uitspraak om je oren geslagen zou worden door de mol zelf? En hij deed ook een gewaagde uitspraak bij deze opdracht. Want hij zei bijna letterlijk tegen Tina en Nicky dat hij de mol was. Want Tina vroeg van, wanneer zijn jullie begonnen? En toen zei Jeroen gisteren, terwijl de kandidaten vandaag waren begonnen, maar de mol natuurlijk niet. Dus als Tina nog even goed had nagedacht over deze uitspraak, dan had ze misschien verder kunnen komen dan aflevering 1. En zijn jullie ook net begonnen? Ja. Nee, gisteren al. En gaan we nu door met de tweede molactie. En die molactie was niet te zien in de echte aflevering, maar die was alleen op de website zien. Want die was bij de opdracht gastenlijsten. Toen had hij allemaal namen genoemd die nu niet meer echt genoemd worden in Italië, maar die wel heel erg Italiaans klinken. Zoals bijvoorbeeld namen als Luigi, Michelangelo. Dat soort namen worden niet meer genoemd. Wat namen die heel erg Italiaans klinken, maar eigenlijk nooit meer voorkomen. Ronaldo. Luigi. Mario. That was just a joke. You don't have to come. You don't. En de volgende molactie was bij de opdracht Steenrijk. Want hij zat behoorlijk vaak bij Tycho te zeuren dat het best wel zwaar was. In het begin zei hij van laten we heel veel stenen meenemen. Maar dat deed Jeroen eigenlijk alleen om zo'n excuus te hebben om te zeuren dat het heel erg zwaar was. En daardoor liep Tycho gewoon langs het ruilpunt van zilver. Maar heel hard zeur over dat het zo zwaar is. Dat Tycho misschien ook wel afgeleid is en dat 25 euro punten hebben al mist. En dat gebeurde ook. En de volgende molactie, dat was namelijk bij de kettingopdracht. Toen had hij 700 euro waarvan ze dachten dat die in de koker zaten, had hij dus weggemaakt. En dat verscheurde 100 euro briefje waarvan iedereen dacht van oké, een mol zou dat nooit zo open wegmaken. Maar dat heeft hij dus wel gedaan en daardoor dacht ik ook dat hij niet de mol was. Want een mol doet dat toch niet, maar de mol doet dat dus wel. Het kan dus blijkbaar wel, de mol kan het dus wel doen. Hé jongens, want een mol gaat toch niet voor 100 euro zijn hele hebben en houden op het spel zetten. Dat zou een mol nooit doen. Dat zou een mol nooit doen. En de volgende molactie was bij de laseropdracht. Want toen wilde hij nog even de ideale kandidaat uithangen. Hij ging als laatste daardoor ook. Maar hij zag dat er geen geld in de kist, dat er heel weinig geld in de kist zat. Maar 260 euro of zo. Dus toen wilde hij de ideale kandidaat uithangen en zo de kist over de finish meenemen. Het zit inzetten om die kist juist wel over de finish te krijgen. En daarmee natuurlijk de held van de groep te worden. Ellie! De molactie vind ik wel heel erg geniaal gedaan. Want hij zei namelijk, hij had dat zinnetje in zijn hoofd geleerd van wilt u de luiken weer dicht doen alstublieft? En toen ze die luiken hadden open gedaan, toen zei hij tegen de receptionist van het hotel volgens mij dat hij de luiken weer mocht dicht doen. En dat is echt zo'n goede molactie, want daardoor kwam er gewoon 400 euro uit de pot. En dat vind ik echt heel goed gedaan van Jeroen. Hij had de hele tijd dat zinnetje in zijn hoofd gestampt van hoe hij dat het best kon zeggen en zo. En waardoor ze hem ook begrepen. En ik vind gewoon dat hij het supergoed heeft gedaan. Dit vind ik een hele goede molactie. Ja. En Jeroen moest ook twee keer de opdracht achter je rug doen. Eén keer in aflevering 1 en één keer in aflevering 7.
En dat leverde echt geniale beelden op. Kijk maar even mee. Wel te saboteren. Heel stiekem. Achter je rug om. Om je missie nu wel te laten slagen. We zien dus gewoon Jeroen die de vrijstelling weghaalt en die het geld weghaalt. En dit vind ik gewoon de beste molactie van Jeroen. Dat hij zo met zijn sokken door het kasteel loopt en ook door dat grind moest hij overheen lopen in aflevering 7. En toen haalde hij het geld weg in aflevering 7 en in aflevering 1 haalde hij de vrijstelling weg. En dit vind ik gewoon de twee beste molacties van Jeroen. Want hier moet je toch wel echt stalen zenuwen voor hebben. Want dit is echt, lijkt me zo spannend om dat te doen, om achter de kandidaten iets weg te halen. Mol te ontmaskeren. Dit werkt natuurlijk nooit. Dat was een waar. En de volgende molactie van Jeroen was dat hij de informatie een beetje onduidelijk doorgaf bij de opdracht waarin ze de schilderijen moesten zoeken in Florence. Want zijn beschrijving was niet heel erg duidelijk en hij zei dat hij dat talent even had laten vallen om deze opdracht te laten mislukken, om 1000 euro uit de pot te houden. Want normaal kan hij dat heel erg goed iets beschrijven, want hij werkt natuurlijk bij de radio. Maar hij zei van, ja, dat talent laat ik nu eventjes vallen. Ik snap het heus wel, Peggy. Ik werk bij de radio, dus het is mijn beroep om plaatjes te beschrijven. Maar ja, dat talent, dat laat je wel eens in de steek. En ook bij de opdracht Follow the Money had hij een goede molactie. Want hij werpte zich een beetje op als degene die de namen doorgaf aan Rick. En dus alle foute namen die hij hoorde, gaf hij door aan Rick. Wat ik heb gedaan is dat ik kandidaten foute namen hoorde roepen. Die herhaalde ik, zodat het leek als, oh ja, zie je, ja, nou, hij vindt het ook. Nou, dan zeggen we maar Margriet. En bij de opdracht met die tonnen had Jeroen ook gemold, want hij zei van, ja, de vermoeidheid slaat een beetje toe na 7 afleveringen. Dus hij ging een beetje rustig aandoen en hij gooide ook een ton in de sloot, waardoor dat ook weer tijd rekte. En hij maakte ook een geniale opmerking tijdens die opdracht. Kijk maar even mee. Oké. Ja, nee, jij bent het. Inderdaad. En mijn slanke lijf natuurlijk voor dat beeld van Napoleon geworpen. Kom ook uit voor je tas. Oh, sorry. Ja, nou, fijn dat. En dan waren dit dus alle molacties van Jeroen. Ik vind dat hij het supergoed heeft gedaan. Hij had topmolacties en het is gewoon een topgozer. Hij heeft het supergoed gedaan. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker even en doe een blauw duimpje omhoog als je de video leuk vond. En om 2 januari krijgen we alweer een nieuw seizoen. En bij de 1000 abonnees geef ik deze joker weg. Dus wil je meedoen? Laat het dan achter in de reacties of DM'en via Instagram als je mee wilt doen. Ik vond het echt een super vet seizoen en ik hoop jullie ook. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later.